Ik weet niet of ik een ingewikkeld persoon ben, maar ik snap in ieder geval weinig van mezelf. En het is dan prettig om al die dingen die stormen die er van binnen zijn en die landschappen en figuren en in de vorm van een schilderij te krijgen. Dat ben ik. Of we zijn in ieder geval onderdeel van elkaar. Dus dat is ook een reden dat ik schilder. Als ik schets buiten, als ik teken, dan leg ik zo lagen over elkaar heen. Ik heb dan de werkelijkheid in me opgenomen. En dan kijk ik naar mijn wit vel papier en dan komt daar een soort wat ik in mijn hoofd zie overheen. Als je ergens naar kijkt en je stopt dan met daarnaar kijken, dan zit het alleen nog maar in je hoofd. Dan wordt het fantasie, dan wordt het je herinnering. En in mijn hoofd zitten ook allemaal hele vreemde dingen. Ik kan zelf hartelijk lachen om mijn eigen schilderijen. Maar ik geloof dat er weinig mensen zijn die dat ook hebben.